Hey jongens, kom binnen. Nou, ik ben Willem Huizing, ben 20 jaar oud. Ik ben geboren in Harkema, daarna Vroesen en Soesterveen. Sinds vorig jaar ben ik gekomen te wijn in Jereveen. Ik voetbal hier sinds de eetjes voetbalskwallen al bij de jeugd. Hele jeugdopleiding Troran en nu ben ik 12 jaar belofte. Ik begon bij de voetbalschool. Ik heb een jaar gespeeld, daarna naar D'tjes, C'tjes, B'tjes, A'tjes. En nu tweede jaar belofte. Hoe lang is dat geleden? Ja, dat zal 10 jaar zijn. Dus ja, ik denk 10 jaar ongeveer. Ja, Willem is gewoon een hele betrouwbare kerel. Is een goed zak eigenlijk. Maar als het op veld even anders moet, dan stropt hij de moutjes op. En dat kan het ook een hele andere Willem in één keer zijn. Nou ja, en dat hoort ook bij het spel. Want na de wedstrijd ben je weer de grote vrienden, maar in het wedstrijdje dan moet er even wat gebeuren. Nou, daar hoef ik bij Willem nooit aan te twijfelen. Ben jij vroeger ook fan van Heerenveen geweest, als klein jochie? Ja. Ik was vroeger Heerenveen fan. En dan mag je op een gegeven moment voor je club spelen? Ja, hoe gaat zoiets? Dat is op zich wel apart. Ja, je was altijd fan en nu ben je er zelf onderdeel van. Nou, Willem is een hele serieuze jongen. Willem die heeft altijd het voetballen altijd heel hoog in het vaandel gehad, discipline, zijn zaken voor elkaar hebben. Hij was echt een liefhebber. Hè? Die, als je zegt van we moeten 4 uur op veld zijn, dan is Willem om 3:45 al bezig. Je bent nu aanvoerder bij de belofte. Klopt. Hoe gaat het seizoen? Ja, gaat goed. We staan 30 geloof ik. Van Feyenoord laatst gewoon van de kop lopen. Gescoord? En gescoord, ja. Dus dat was wel mooi. Ja, want als ik kijk van de belofte, de stap van de belofte naar het eerste elftal, is dat een grote stap? Want tegen Feyenoord speelden jullie wel tegen een aardig elftal ook gewoon. Ja, dat was Eredivisie waardig. En ja, daarmee konden we ons meten. Dus het is een klein laatste stapje. Ja. Ja, dat moet nog wel gemaakt worden. Een kleine laatste stap of is het een grote laatste stap? Ja, ik denk ook dat je een keer een kans moet krijgen om te laten zien. En dan kun je pas bepalen of het een kleine of een grote stap is. Ja, want denk jij de laatste stap naar het eerste elftal ook definitief te kunnen maken? Je hebt dan een paar keer bij de wedstrijdselectie gezeten. Ja, ik denk wel dat ik dat kan. Ja. En ik hoop ook die kans te krijgen. Ik wil mezelf nu. Mag ik iets harder in de kop hebben? Ik ben het pas net. Twee stappen verder, maar het lijken er 6. Weken post liggen op de mat. Maar ik heb een nieuwe mindset op zak. Vanaf vandaag, dus het is goed. Sinds dit seizoen ben ik begonnen met een opleiding. Jij kijkt ook wel naar het leven buiten profvoetbal om. Ja, je hebt altijd iets achter de hand en stel dat ik wel. Maar ja, een diploma is nooit verkeerd om te hebben. Go! Oh, come on, man. Go, go, go! Armen uit. Jij bent iemand die nu bijna profvoetballer is geworden. Die misschien van zijn hobby wel zo'n droombaan maakt. Zie je het ook zo? Ja, zo zie ik het zeker. Het is van je hobby je werk proberen te maken. En, er zijn slechtere banen. Als je dan weer terugdenkt aan hoe leuk het is en wat je anders ook kunt doen. Als je dan in de supermarkt staat van 8 tot 5, word je ook niet vrolijk van. Dus kun je beter dit doen. Want dit is het mooiste wat er is. Maar dat zit zeker in zijn mentaliteit. Hè. Gedisciplineerd zijn dingen doen, hard willen werken, bijna nooit zeuren. En tussentijds toch stiekem bijleren. Ik denk dat ik iemand ben met veel loopvermogen, die diepte kan maken. Ik denk dat ik goed ben in duels en bal af kan pakken. Je wordt ook wel eens omschreven door trainers als heel degelijk. Is dat iets goeds of is het iets negatiefs? Ja, ik denk wel dat het iets goeds is. Ja, gewoon simpel houden. Ja, ik denk dat dat ook wel mijn kracht is. Er zijn misschien wel heel veel mensen die kritisch zijn en zeggen niet het grootste talent, dit en dat. Maar heel starig aan maakt hij zijn kwaliteiten steeds breder. En is hij steeds multi-inzetbaar op meerdere posities. En dat is voor een trainer en voor een club is dat heel, heel fijn. In de jeugd heb ik altijd back gespeeld. Maar nu sta ik op middenveld, wat ik wel leuker vind. En waar ik meer mijn energie in kwijt kan. Dus dat doe ik liever. Ja. Nou, ik denk dat het Willem op dit moment niet zoveel uitmaakt. Hè, als hij Willem vraagt van waar ik maar speel in het eerst, daar kan ik meedoen.
En op een gegeven moment dan vind je wel ergens je plek. Maar ik denk dat Willem, en dan dat praat ik op mijn eigen titel, ik denk dat hij als verdediger denk ik het allerbeste tot zijn recht kan komen. Ben je tevreden met je presteren tot nu toe dit seizoen? Je hebt natuurlijk begin van dit jaar een nieuw contract gekregen bij Heerenveen. Eigenlijk een jaar van, ja, je moet jezelf laten zien, je moet jezelf eigenlijk bewijzen. Hoe gaat het? Ja, tot nu toe goed, denk ik. Ik heb 8 keer dit seizoen erbij gezeten. Ja, nog geen debuut gemaakt. Maar ja, voor de rest in beloftes ja, draaien we ook goed. En ja, daar moet ik het laten zien eerst en dan hopen op een kans. Is het een droom om vooral bij Heerenveen in het eerste terecht te komen? Ja, omdat ik hier ook vandaan kom, is wel het hoofddoel om hier te slagen. En nou ja, als het niet lukt, ja, dan moet ik ergens anders kijken. Maar ja, je gaat er natuurlijk hiervoor. Ik heb vandaag nog een interview van jou gelezen, een oud interview, waarin jij zegt van nou, smijt me maar gewoon een keer voor de leeuwen. Ja. Ik trek me wel op aan het al hogere niveau. Ja. Sta je er nog steeds zo in? Ja, sta ik nog steeds zo in. Ik denk als je met met een goed niveau speelt, dat je er ook makkelijker in meegaat. Nou ja, en als je dan soms een keer een kans pakt, ja, en je bent erbij, ja, dan kun je ook zo in één keer hoog in het vaandel staan. Hè? Dus je moet daar ook een beetje geluk mee hebben, maar dat dwing je weer af in trainingen, in oefenwedstrijden. Ah, en ik denk dat Willem dat wel aardig voor elkaar heeft. Zit een goede kop op? Daar zit een hele goede kop op, ja. Ik gun het hem van harte. Iemand die zo hard werkt en altijd passie voor zijn dingen heeft, die hebben gewoon een dikke plus. Als het moment daar komt dat je misschien wel je debuut gaat maken, dat Friese Volkslied, wat doe jij dan? Ga je meezingen? Ja, dat heb ik gezegd, dan ga ik meezingen. Ja. Als ik bij de basis sta, dan ga ik meezingen.